Aankomende zondag speelt Ajax tegen Sparta. Een club met een rijke historie waar veel bekende Ajaxiden hebben gespeeld. Ook dit seizoen zijn er enkele spelers met een Ajax-verleden in dienst van de Rotterdamse club. Ryder Popon is daar één van. In 2006 speelde hij nog bij Jong Ajax en nu is hij alweer anderhalf jaar spits van Sparta. Ja, Sparta is een hele fantastische, traditionele club. Een mooi stadion midden in een woonwijk. Hun speelstijl dat bevalt me. Dat is bijna net zoals hetzelfde als Ajax. Het enige verschil is dat hun meer kwaliteit hebben dan ons. Popon is zeer belangrijk voor de Spartanen. Met 9 doelpunten uit 32 wedstrijden is de Amsterdammer topscorer en goed voor bijna 25% van de totale productie. Uw plan? De Klerk kwijt. Iedereen kwijt en raak. Ja, ja, het is Sparta dat toch scoort. Popon. Hart. Zo! Ryder Popon. Het is een doelpunt. Je hebt aangegeven, Ajax 1 is nog steeds een droom van je. Denk je dat dat te realiseren is? Ja, het is zeker wel te realiseren. Als je ziet, ik ben pas 21. Ik heb nog zeker een stuk of bijna 10 jaar te gaan. Dus waarom zou dat niet kunnen? Ja, vind je jezelf nu genoeg voor Ajax 1 of moet je nog aan bepaalde dingen werken? Nou, ik moet zeker nog aan bepaalde dingen werken. Natuurlijk, als je kijkt naar Klaas-Jan, dat was echt een Ajax-spits. Bal vast en natuurlijk scoren. En als je nu kijkt naar Luis Suarez, speelt niet in de spits, maar die scoort natuurlijk ook veel. Dus ze scoorden allemaal boven de 20 en ik zit nog pas op 9. Dus wat dat betreft moet dat zeker verbeterd worden. Sparta-Ajax, kun je omschrijven wat die wedstrijd voor jou betekent? Sparta-Ajax is voor mij heeft dubbele gevoelens natuurlijk. Ik heb mijn jeugd bij Ajax gespeeld. Had ooit een droom, heb nog steeds, om in Ajax 1 te spelen. Maar ja, dat is niet aan orde gekomen. En nu speel ik tegen Ajax 1 en dan doe ik alles aan om te winnen voor Ajax. Ja, is Ajax nog steeds de mooiste club van Nederland voor jou? Voor mij wel, ja. Ja, als je dan terugdenkt aan Ajax, wat voor gevoelens komen dan boven? Nou, dan komen de mooie jaren van uit de jeugd komen naar boven. Waren echt hele mooie jaren. Dus, ik ontmoette daardoor een Verslijn gehad. Ik ken Furen Anita die nu daar doorgebroken is, Jan Vertonghen. Siem de Jong, dat zijn allemaal jongens waar je mee samen hebt gespeeld. En nu Kenneth Vermeer nog zelf. En nu sta je tegen hun en dat geeft toch wel een speciaal gevoel. Ja, als ik zeg Kenneth Vermeer, dan zeg jij goede keeper of goede vriend? Dan zeg ik goede keeper en goede vriend. Wat voor jongen is Ryder? Ja, een rustige jongen. Waar je wel altijd mee kan lachen. Wie maakt de grapjes, jij of hij? Beide. We maken beide wel grapjes. Wie is een grappiger, jij of Kenneth? Ja, beide. Wat voor speler is hij? Ryder. Ryder is een snelle speler. Ik denk dat Ryder kan overal scoren. Hij heeft vorig jaar bij Willem II bewezen. Dit seizoen bij Sparta heeft hij het weer bewezen. Een jongen die weg kan sturen in de diepte. Hij heeft een aardige snelheid. Technisch is hij ook wel aardig. Is een gevaarlijk spitsie. Dus die moet je in de gaten houden? Ja, zeker weten. Ik denk als je hem even het oog verliest. Is hij zo weg, dus altijd scherp verdedigen. Ja, dat streelt je wel natuurlijk. Hij weet hoe gedreven ik kan zijn. Zeker als je tegen Ajax kan spelen.
Dus wat dat betreft heeft hij wel gelijk. Ja, jammer genoeg kon ik hem niet overwerken de wedstrijd, maar ik had zijn schot wel en dat is belangrijk. Ik hou er niet van als vrienden bij me scoren. Als je dit soort beelden ziet van Kenneth, denk je dan van ik wil weer dolgraag met hem en eigenlijk in één team spelen? Ja, dat hoop ik ooit wel te doen, ja. Nou, we hebben het, in Oranje B hebben we ook samen gespeeld, dus meestal in dat soort wedstrijden zie ik hem wel. Ga je zonder scoren tegen Kenneth? Dat is wel de bedoeling, ja. Staat er al iets op het spel, een bepaalde weddenschap? Nee, maar daar kunnen we altijd over praten. Of Poupon zondag Vermeer gaat passeren is nog onduidelijk. De spits van Sparta liep namelijk een lichte enkelblessure op afgelopen weekend. Poupon heeft nog een aantal dagen om te herstellen en dan kan hij wellicht een poging wagen.